Nou, ik ben Anno van den Bergh en we hebben samen met mijn vrouw ook een melkveebedrijf hier in Garmerwolde. We hebben ongeveer 100 melkkoeien. We zijn in 1986 zijn wij vanuit Zuid-Holland verhuisd. Ben ik met mijn ouders hierheen gekomen. En we hebben toen eerst in Maas gezeten met mijn ouders. En dat hebben we gedaan in 10 jaar met akkerbouw erbij. Maar mijn hart lag meer bij de melkkoeien. Mijn drijfveer is toch wel helemaal dat je de vrijheid van het ondernemen, maar ook je kan zelf de dag bepalen in grote lijnen binnen bepaalde contouren. En ik zou er niet aan moeten denken dat ik iedere ochtend met mijn broodtrommeltje naar de baas zou moeten en dat ik vanmiddag om 5 uur denk van nou, gauw de deur dicht en weer gauw naar huis. Nee, dan zit hier voor ons en voor mij veel meer, uitdagingen. We hadden met Bosch Beton op de site gekeken en toen hebben we tekeningen gemaakt. Op de site kon je indienen, zeg maar, dat hun daar een prijsopgave bij deden. Alleen dat hebben ze me teruggekoppeld en toen had ik eigenlijk het idee van ja, ik zit nog met mijn hemelwater af voor en het persafverhaal, want ik had inmiddels controle gehad van het waterschap en die hadden toch wat opmerkingen op de oude situatie dat het toch eigenlijk anders moest. Dat heb ik gezegd bij Bosch Beton, dat ik een oplossing daarvoor zocht. En toen kwamen hun zelf met de persapgoot van hun. En die leg je dus midden in de silo. En ga je de silo horizontaal leggen, vlak leggen. Een gegeven is gewoon dat mijn vader met 30 koeien een boterham kon verdienen en dat wij er ongeveer 100 nodig hebben. En ik denk dat het naar de toekomst wil een van onze jongens ook boer worden, zeg maar, dat dat zo blijft. En dat er dus, dan denk ik dat dus het aantal koeien wel weer gegroeid zal zijn. Ik verwacht zelf niet dat dat in hele grote stappen zal gebeuren, maar dat het toch een gezinsbedrijf zal blijven. We hebben nu 1 silo van Bosch Beton neergelegd. En het plan is wel, zeg maar, om een oude silo die ernaast ligt af te breken en ook te vervangen voor een andere silo. En daar kan Bosch Beton natuurlijk een hele goede rol in spelen, zeker met de ervaringen die we nu hebben. Met Bosch Beton en de strakheid van plannen die we hebben en het snelle leveren.